Hey, welkom bij It's My Drive vanuit Zwitserland. Ik ben op bezoek bij Thomann Nutzfahrzeuge AG. Dat is een vrachtautodealer hier in Zwitserland, in het plaatsje Schmerikon. En ik ga vandaag iets heel bijzonders doen. Ik krijg namelijk de kans om te rijden in hun demo-truck. En dat is er niet zomaar één. Het is namelijk de General Lee. Deze truck is geïnspireerd op de serie The Dukes of Hazzard uit de jaren 70. En hij lijkt daarmee ook op de Dodge Charger die in de serie gebruikt werd. Nou zal deze niet zo ver komen als we het hebben over de stunts en met springen. Daar is hij natuurlijk ook niet voor gemaakt, want het is gewoon een Renault Trucks T520 met een comfortpakket. Maar je ziet wel bepaalde elementen erin terug, waaronder de knaloranje kleur. Natuurlijk de bestikkering aan de zijkant, 01. De naam die hij overal rondom heeft en verder allemaal sportieve en stoere elementen. Voordeel van deze, ten opzichte van de Dodge, is dat je hier gewoon met de deur naar binnen kan. We hoeven niet door het raam te klimmen, dus dat maakt het weer makkelijker. En met deze auto is nog wat bijzonders aan de hand, want er zit namelijk hier aan de linkerkant een grill ingebouwd. Hoe dat precies werkt, kom ik nog op terug. Maar dit maakt wel dat het een ontzettende bijzondere truck is. Hij wordt door Thomann ook ingezet om demo's af te gaan of shows, truckshows. Bijvoorbeeld Truckster Festival 2018. Hij heeft ook op de Nürburgring gestaan bij de Truck Grand Prix 2018. En af en toe doet hij ook dienst om bij klant-events te staan of bij dealer-events. Of op het moment dat ze zelf dus iets leuks organiseren, dan is deze er ook bij. Dus ja, knaloranje General Lee. En wat nog leuk is, staat aan beide kanten: It's My Drive. Ik sta er gewoon op. Ik sta op deze auto. En mijn keytag zit erin. En ook mijn logo-patch. Dus het is wel heel bijzonder. Dat maakt ook eigenlijk dat ik automatisch al een bijzondere band met deze auto heb. Nou ja, goed. Hoe vaak krijg je nu de kans om A, in Zwitserland te rijden, B, met een bijzondere vrachtauto en dan C, ook nog eens waar je eigen naam op staat. Kortom, de adrenaline kruipt hier waar het niet gaan kan. Ik heb er onwijs veel zin in. Let's go. Net geland in Zwitserland op het Zurich Airport. Ik ben namelijk op bezoek bij Thomann Nutzfahrzeuge AG. Althans, daar ga ik morgen naartoe. En daar ga ik rijden met de knaloranje General Lee Renault truck. Nu eerst even op zoek naar de trein. Uitgecheckt in het hotel en ik ga de trein pakken naar Schmerikon. Dus echt maar een heel klein stukje, 8 minuutjes. En daar staat de General Lee te wachten. Ik heb er echt zoveel zin in. Oh, can't wait. Nou, dat ging even allemaal in een sneltreinvaart. Ik kwam aan in Schmerikon en ik wist dat ik opgehaald zou worden. En toen stond General Lee in één keer voor de deur. Oh, ik heb hem hierheen gereden naar de Thomann Nutzfahrzeuge AG, naar de werkplaats. Even kijken. Tada, daar is het. Oh, mijn hart gaat tekeer, jongen. Echt briljant. Nou ja, goed, mijn bestuurderskaart zit erin. We gaan zo meteen de berg in, heb ik begrepen, om te rijden. En nu eerst maar eens even een beetje acclimatiseren, een kopje koffie drinken en iedereen de hand schudden hier.
8? Nein, den Nein. haben wir ausgebaut, weil wir brauchten die Taster. Ah. Aber du kannst sonst mit der Handbremse fahren. Also normalerweise hat der das schon drin, aber wir haben es draußen, weil wir hier die Schalter brauchen für Specials. Ja, gibt es auch noch eine Möglichkeit, später den Dixiehorn zu hören? Ja, du kannst jetzt schon, wenn hat du willst. Ja, hat drücken. Es? Ja, ja, hat es. Ja, ja. Cool. Okay. Und das Geräusch ist natürlich fake, ne? Ja, das ist fake. Das ist ein Soundgenerator. Sound. Ja, genau. Ja. Super. Now. So, Oliver? Let's start it. Sag es mal bitte, wenn ich links und dann am Kreisverkehr wieder rechts. Ja, zum Glück. Nou, hier wordt nu de grill opgebouwd die dus in de vrachtauto zit. En ik heb een mooi schort voor gekregen, dus ik denk dat ik de worsten moet gaan draaien. Kijk, it's my drive. Het staat gewoon op. Eens kijken wat we gaan eten. Brood, worstjes. Der Metzger hat, wir haben Würste bestellt und er hat eine extra Körbli mitgenommen. Er hat dann Würste extra gemacht für uns, sowas General Lee Wurst. In ein Orangenfarbe. Genau. Ja,
is deze General Lee truck natuurlijk geïnspireerd op de Dodge Charger uit de serie The Dukes of Hazzard. En bepaalde elementen die ook op de Dodge zaten, zie je ook op deze vrachtauto terug. Wat als eerste opvalt is de grote 01 aan de zijkanten. Nou was het zo bij de serie dat je door de ramen naar binnen moest, want ze hadden de deuren vastgenageld. Dat hoeft hierbij niet. Je kan gewoon de deur open doen, instappen en wegrijden. En wat natuurlijk ook niet kan, is grote sprongen maken. Dat gaan we met deze niet doen. Het was in de serie wel zo. En als we dat hiermee gaan doen, dan wordt het wel heel spectaculair. Over spectaculair gesproken. De truck is uitgerust met een grill. En dat hebben ze bij Tolman speciaal gedaan, omdat het natuurlijk een showtruck is. Hij wordt ook ingezet bij truckshows en bij allerlei evenementen. Ze zijn onder andere bij Truckstar Festival 2018 ook geweest. En ze stonden op de Nürburgring bij de Truck Grand Prix. En hier aan de zijkant zit dus de grill ingebouwd. Barbecue on Tour. Het gaat natuurlijk om een special truck. En dat betekent dat hij ook helemaal gemodificeerd is. Er zit van alles op en aan. Ik zal even proberen wat bijzonderheden door te nemen. Ten eerste is hij volledig in de oranje kleur gespoten. Hij heeft hoogglans zwarte elementen. En als je hier naar de voorkant kijkt, dan zijn hier ook extra lampen ingebouwd. En dusdanig dat ook hierachter, dat zie je nu niet, een oranje lamp verschijnt. Oranje verlichting in de grill verwerkt. Nou, wat je verder ziet is de bullbar, die helemaal rondom loopt. Met de lampjes. Dit is wel typisch iets hier in de in Duitsland ook met name. Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk. Een soort beugel. Kijken we naar boven, dan zie je dat er meerdere lampen opgemonteerd zijn. Lichtmetalen velgen. Met detail. Kijk eens. We staan erop. Kijken we naar de achterkant, dan zie je dat er overal traanplaat op gemonteerd is. En die traanplaat die is dus eerst helemaal zwart geverfd en daarna door de bouwer geschuurd, waardoor je dus deze streepjes ook ziet. En check dit kenteken. In plaats van de tank aan de linkerkant zit de tank dus hier. Daar zit namelijk de grill. En de basis van deze auto is een Renault T25 met comfortpakket. Oh ja, en ze hebben hier trouwens het grijze plaatje op zitten. Bij Renault is het standaard een rood plaatje. En zij hebben dus voor de grijze gekozen. En maakt het al met al wel een strak geheel. Van binnen zie je dus ook dat het een Renault T is met een comfortpakket. En kijk eens wat ze hier hebben. Het is gewoon mijn logo badge. Dus die zit erin. Is uitgerust met een It's My Drive keytag. Detail. Super trots op. Hier kan ik de verlichting mee bedienen. Dus ook de blitzers aan de voorzijde. Verder is de auto gewoon uitgerust met twee bedden. Dus een bovenbed dat naar achteren neerklapbaar is. En de koelkast zit hier ook in. Zoals we die van Renault kennen. Met de General Lee speciale oranje worsten. Haha. Hier zit een knopje en daarmee hebben ze de Hemi sound binnen en buiten. En een belangrijke vraag die ik van iedereen kreeg: zit de Dixiehoorn erop? Jawel. Nou, we zijn klaar met rijden, met filmen, alles. Het is nu even wachten tot mijn trein naar de luchthaven gaat. Het is nu 3:15. En de trein die ik ga pakken vanuit Schmerikon is om 4:10. Dus we hebben nog eventjes, dus ik ga even foto's uploaden. En nog wat dingetjes regelen. Ik sta nu op het station van Schmerikon. Het uitzicht op het water. De trein komt er zo aan en dan ga ik weer terug naar Zurich Flughaven. En dan vlieg ik terug naar Düsseldorf en rijd ik naar huis. Wat een enerverende dag, man. Kunnen. Ik ben echt helemaal onder de indruk. Dat begon al toen ik hier aankwam. Sowieso gisteren al, maar ook toen ze me hier opkwamen halen van het station met de General Lee truck. Wie heeft er nou zo'n truck als taxi?
toen het rijden door de bergen, of door de bergen gewoon tussen de middag worstjes grillen vanuit de truck. Echt waanzin. Echt waanzin. Ik denk dat dit wel een van de tofste ervaringen is die ik tot nu toe vanuit It's My Drive heb mogen doen. Dus een dikke shout-out naar Thomas Nutzfahrzeug eigenlijk. Echt. Hier in Düsseldorf. Het is nu 10:30 en ik ga nog even 2 uurtjes rijden ongeveer en dan ben ik thuis. En dan zit het avontuur er weer op. Doei.